Mijn naam is Harmen Tom van automobielbedrijf Jaarsma en in deze video gaan we je de 2022 Raptor in de kleur LED Food laten zien. De Raptor die kennen we natuurlijk allemaal als het topmodel van de Ford F-150 serie. Al jarenlang eigenlijk, in 2009 presenteerde Ford de eerste Raptor. Dit is inmiddels de derde generatie. De eerste generatie had nog een 6,2 liter V8. De tweede generatie was wel een revolutionair idee van Ford. Want toen kwamen ze met een 3,5 liter EcoBoost twin turbo motor met 450 pk. Dat is de motor die ook nog in deze auto ligt. Alleen het onderstel is wederom helemaal vernieuwd waarom dit nog steeds wel de koning van de off-road pickups is, naar mijn mening. Nou, intussen heeft Ram ook een offroad pick-up op de markt gebracht, een echte offroad pick-up. De Ram TRX, ja, waarom zeg ik dit is voor mij nog wel een beetje de echte offroad pick-up. Qua onderstel vind ik dit toch nog wel steeds fijner rijden en met name de auto is veel lichter. Dus offroad merk je dat meteen als je heuveltjes hebt of dingen om overheen te springen. Dat gewicht, dat voel je gewoon in die TRX. Het groot voordeel natuurlijk hiervan is dat die 3,5 liter EcoBoost motor is een aluminium blok ten opzichte van de TRX. Daar ligt een 6,2 liter V8 in met een gietijzer onderblok. Scheelt dat gewoon heel veel gewicht in de neus. Waardoor je het eigenlijk een beetje kunt vergelijken. Als deze een heuvel tegenkomt, dan springt hij er overheen. De TRX boort zich eerst in en gaat er dan overheen. Komt er zeker ook, maar mijn mening is dus dat deze offroad wel een stukje fijner en lichter rijdt. Met name dat lichtere. Dat is even kort het vergelijk met de TRX. En intussen, dat is dan wel weer nieuws, heeft Ford natuurlijk de Raptor R aangekondigd. Dat duurt nog wel even voordat we die binnenkrijgen. Maar daar komt ook weer de V8 in met 700 pk. Ja, dan wordt het wel heel interessant om te zien wie gaat er nou sneller naar de 100. Want de TRX heeft natuurlijk ook die 700 pk. Maar wat ik al zei, weegt een stuk meer. Met name door het gebruik van aluminium bij de F-150. De hele auto is eigenlijk aluminium, dus de deuren, de cabine, de motorkap, de achterklep. Het chassis is natuurlijk wel gewoon helemaal staal, maar dat scheelt op de totale auto toch zo'n 200 kilo. Deze specifieke Raptor, zoals gezegd, gespoten in LED Food. Bekendere kleur in Europa is misschien Nardo Grijs, die wel op, bij Audi en Volkswagen veel wordt toegepast. Ik noem hem zelf altijd Gris du Como. Kleur zorgt ervoor dat alle stoere accenten van de Raptor heel mooi uitkomen. Dus de power bulge in de motorkap, functionele heat extractor, dus hier komt ook weer warme lucht uit, kan de motor hier ook weer kwijt. Ook de side fans waar ook weer warme lucht uit de motorruimte kan. Deze auto is dan voorzien van de beide stickerpakketten, dus dat is op de voorkant en op de zijkant van de laadbak. En die oranje accenten staan ook alweer helemaal bij die lak. Dit is ook meteen de meest luxe en uitgebreide Raptor die je kunt krijgen. Andere optie die deze auto heeft zijn de bedlock capable wheels. Deze ring kun je loshalen, dan kun je de band loshalen. De band weer op de vel zetten en dan de band vastklemmen met deze ring. Nou, dat maakt het mogelijk om op een hele lage bandenspanning van bijvoorbeeld 1,2 bar of zo te rijden. En dat is in het zand heel fijn. Daardoor heb je veel meer grip in het zand. Ja, aan de achterkant van deze auto zijn ook heel veel zaken gewijzigd. Zo heb je nog steeds het dubbele uitlaatsysteem, wat we ook al kenden van alle andere Raptors, waar de gewone F-150 een enkel uitlaatsysteem hebben. Het dubbele uitlaatsysteem is nu best wel uniek vormgegeven. Heeft een trombone loop in het midden van de uitlaat en dat zorgt ervoor, je kunt je voorstellen, die uitlaat die loopt langs de passagierskant naar achteren, dat de linkerbank van de motor een langer stuk moet overbruggen dan de rechterkant van de motor om daar uit te komen. Nou, wat die trombone loop maakt een keer een looping om de uitlaat heen en zo zijn beide uitlaten weer even lang. En daardoor krijg je een gebalanceerde geluid aan de achterkant van de auto. Want ze gaan dus als even lange pijpen de middendemper in. In de middendemper zit een stukje elektronica en een paar kleppen waardoor je 4 standen voor de uitlaat hebt. Dat is dus die barenstand. En dat off-road gebruik, ja, natuurlijk kun je hem ook op de weg aanzetten, maar het is niet voor niks dat te zeggen, want ja, dan hoor je hem wel. Ook een stukje veiligheid natuurlijk, hè, dat je een auto hoort. De achterklep is elektrisch bediend. Dat betekent met een druk op de knop komt deze naar onderen toe. Dat doen wel meer pick-ups, maar deze gaat ook, als je hem een duwtje meegeeft, elektrisch omhoog. En ook met een druk op de knop gaat hij ook weer elektrisch omhoog. Andere handige feature die veel Fords hebben en ook deze, is het trappetje in de laadbak. Maakt het extra makkelijk om achterin te stappen. Je schuift dat zo naar buiten toe. En dan stap je zo in de laadbak. Deze auto heeft als accessoire voorzien van een backflip folding cover.
het MX4 model. Het mooie daarvan is, je hebt dit vaste rubber achterin. Dus je kunt de achterklep ook zonder dat deze omhoog hoeft openen en sluiten. En je klapt hem zo omhoog. Dan kun je hem in deze positie vastzetten, waardoor je nog hogere spullen kunt meenemen. Of je kunt hem nog een keer doorklappen. Zo. En dan kun je hem in deze positie vastzetten. Dan kun je deze stangetjes hier vastmonteren. En zo kun je dus ook nog grotere, hogere spullen meenemen. Wel praktisch ten opzichte van de vaste in kleur gespoten klep. En daarnaast vind ik het zelf bij zo'n Raptor, toch wel een redelijk sportieve pick-up, wat mooier staan deze klep. Want hij houdt wat meer zijn pick-up vorm. Zoals je kunt zien, blijft de laadbak helemaal mooi vlak. Dit valt echt tussen de bak in. Een in kleur gespoten klep valt echt op de laadbak. Trappetje weer inklappen. 1, 2 en dan 3. Daarnaast deze ook voorzien van de achterklep die je ook kunt gebruiken als werkbank. Dus hier kun je nog spullen op vastklemmen. En natuurlijk de opener voor flesjes hier aan de zijkant. Ook wel praktisch. Ja, het interieur van de F-150 Raptor is ook natuurlijk wel, dit is top van de range. Dus hier zit ook eigenlijk echt alles in wat je kunt verzinnen. Plus nog een paar specifieke dingen die alleen voor de Raptor zijn. We kennen het Bang & Olufsen audiosysteem met extra speakers in de hoofdsteun, het grote panoramadak. Wat deze auto dan niet heeft, zijn de massagestoelen, omdat er sportstoelen in zitten. Wat hij daarentegen wel weer heeft, is de Interior Fold Flap Work Surface. En dan kun je deze plat klappen en hier kun je je lunch eten of een laptop gebruiken of dat soort dingen. Papieren invullen. Ja, daarnaast ook al zei een paar dingen extra die specifiek voor de Raptor zijn. Dat zijn onder andere op het stuur een aantal knoppen voor het instellen van de uitlaatstanden die we net even lieten horen. Het instellen van de vering, normaal, sport of de Baja stand. En het stuurgevoel, ook daar normaal, comfort, sport of de Baja stand. Nou, en zo heb je nog een aantal parameters in de auto die je kunt instellen. Maar je hebt een aantal drive modes en dan kiest hij allemaal voor jou zelf de beste instelling voor dat moment. Als je naar links draait, heb je alle standen voor op de weg. Als je naar rechts draait, heb je alle standen voor naast de weg. Dus als we naar links draaien, dan hebben we eerst sport. Dan de tow- en haulstand voor de trekken en slepen, voor een trailer. En dan de gladstand voor nat wegdek of ijs of sneeuw. Andere kant op hebben we de diepe sneeuw- en zandmodus. Dan nog eentje doorschakelen de Baja stand en nog eentje doorschakelen de rock and crawl stand. Mooi is ook de tellers. Je krijgt specifieke informatie die in die stand handig is. Zo schakelt bij de off-road stand automatisch de frontcamera in. Dat soort dingen. Gaan we even terug naar normaal. Zo, nu zijn we weer op de normale stand. En dan zie je alle instellingen ook onder deze knoppen weer ineens naar de stand gaan die daarbij hoort. Ja, dus dat zijn onder andere een paar specifieke rapsystemen. Daarnaast heb je Trail Cruise Control. Dat is een one-pedal drive systeem. Waarbij als je het gas loslaat, de auto automatisch remt. Dus zo kun je off-road met één pedaal rijden. Beetje vergelijkbaar zoals je met een elektrische auto ook met één pedaal kunt rijden. Als je dan het gas loslaat, remt de auto ook. Doet hij hier dan ook. Dat is alleen beschikbaar voor in het terrein in deze auto. Laatste ding wat ook wel uniek is voor de Raptor zijn de auxiliary switches in het dak. Je hebt er 6. Deze knoppen zijn al bedraad. Dus onder de motorkap heb je een aantal draden. Kun je hier lamp op aansluiten. En ook in het interieur kun je deze draden ook nog aftappen, om het zo te zeggen. Zodat je ook in het interieur de extra accessoires kunt bedienen. En zo hoef je geen extra knoppen in je dashboard te boren. Maar heb je deze 6 knoppen alvast voorgemonteerd. Een van de meest populaire accessoires die we op de vorige Raptor wel vaak monteren, waren extra lampen in de grill. Nou, die heeft Ford nu standaard toegepast. Schakel op de mistlichtschakelaar. En dan heb je voorin nog 2 extra verstralers. De binnenste verstralers zijn extra fel en die kun je eigenlijk niet op de weg gebruiken. Je zet kapjes voor en als je die kapjes eraf haalt, dan heb je daar ook nog weer heel veel licht van. Ontzettend bedankt voor het bekijken van deze video. Wil je meer weten over deze specifieke Raptor? Kijk even op onze website. Wellicht staat hij er nog. Volg ook zeker ons kanaal voor meer informatie over onze andere auto's en onze pick-ups. En dan zien we je graag bij een volgende video weer. En vergeet natuurlijk niet even op het duimpje omhoog te klikken als je het een leuke video vond. Bedankt!